Ik heb niet meer. Nee, ik had ze voor haar niet genomen. Ze zei wel de commissaris van de Koning, Ank Bijleveld. Ook een spannende avond voor u, hè? Nou, het is een hele spannende avond voor iedereen. Dat voel je ook echt hier, maar voor mij ook. Want het bepaalt natuurlijk wel wie er allemaal in onze nieuwe staten en in ons nieuwe provinciebestuur komen zitten. Ja, verwacht u een grote verschuiving? Ik weet het niet. Uit de eerste peilingen zag je wel dat er toch behoorlijke wisselingen waren. Zie je dat een aantal partijen verliezen. Het CDA misschien iets wint. Maar we moeten dat rustig afwachten. Dus we wachten rustig tot we echte uitslagen van Overijssel krijgen. Nou, wij zijn ook heel benieuwd met wat voor college u zo meteen verder moet. Ik ook. Deze campagne voor jullie? Ik heb het als een hele positieve campagne ervaren. We hebben ons eigen verhaal verteld. Inhoudelijk. Niet blaffend zoals sommige andere partijen. Maar gewoon heel constructief en genuanceerd. En gewoon ons eigen verhaal gedaan. We hebben ons niet afgezet tegen andere partijen volgens mij. En uiteindelijk komen wij er goed uit. Dus ik ben heel tevreden. En hoe heb je al wat gehoord van een poll of zo? Nou, we hebben alleen de landelijke exit polls tot nu toe eigenlijk binnengekregen. En een paar kleine gemeenten hier, maar daar kunnen we nog niet veel van zeggen. Maar de landelijke exit poll, ja, daar staan we op een verdubbeling in de Eerste Kamer. Van 5 naar 10 zetels. Nou ja, ik ben een blij mens, Gerard. Het is echt geweldig. Ja, je straalt het ook uit. Ja, maar dat is toch ook een opsteken. We zijn de grootste winnaar, lijkt het tot nu toe. Misschien niet de grootste partij, maar wel de grootste winnaar. Nou, geweldig. Ja, nou hoorde ik ook dat de SP ook nogal wat aantrekt. Dus zometeen kan het hier best zijn dat je met de SP wat moet doen. Ja, nou, we moeten eens gaan bekijken hoe we dat in de onderhandelingen tot elkaar kunnen breien. Maar het lijkt mij absoluut mogelijk om op onderwerpen verschillende partijen aan elkaar te kunnen vinden hier in de provincie. Wie hebben we hier? Ja, Ina Adema. Ja, zeker. Ik ben er weer een keertje, na 6 jaar. Ja, wat doe je zo ver van huis? Nou ja, ik ben de KC-voorzitter op dit moment van Overijssel. Dus ik kom graag eens eventjes kijken hoe het hier gaat in Overijssel. Heb je er een beetje goed gevoel bij? Ja, zeker. Nou, de mensen hebben allemaal hard gewerkt. Goede campagne gevoerd. En nu moeten we gewoon eventjes afwachten wat de kiezer ervan gaat vinden. Ja, ik hoorde onderweg hier naartoe dat CDA en VVD die hebben een nek-aan-nek race, 12-12. Ja. En de SP is de derde, hè? Ja, heb ik ook gehoord. Spannend. Ik hoop natuurlijk dat VVD nummer 1 wordt. Dat is ook logisch vanuit mijn positie geredeneerd. En we moeten denk ik vanavond even afwachten. Het is spannend en ik heb er een goed gevoel over. Burgemeester Van Ommen die kan hier zomaar niet wegduiven in het provinciehuis. Want u bent natuurlijk ook heel erg benieuwd naar hoe de uitslagen gaan worden, hè? Ik ben ontzettend benieuwd naar de uitslagen, maar uiteindelijk ben ik heel erg benieuwd naar het nieuwe provinciebestuur. Want dat is een bestuur waar wij als gemeente natuurlijk de komende 4 jaar veel mee te maken hebben. Ommen heeft een aantal problemen die ook op de provinciale agenda liggen. Zeg de weg van Zwolle naar Ommen, waar bezuinigingen op zijn geweest. We hebben de provincie nodig voor het veiliger maken van de N36 van Drenthe naar Twente. En ook op diverse andere terreinen als het gaat over toerisme en recreatie hebben wij veel met de provincie te maken. Dus wij zijn inderdaad geïnteresseerd naar wat wordt ons nieuwe provinciebestuur. Ja, nou heeft u natuurlijk wel één groot geluk, want het speerpunt van de provincie is recreatie, hè? Nou ja, dat is ook de afgelopen jaren gebleken. Ik denk dat dat ook uitbetaald heeft. Ik denk dat in heel Overijssel er erg veel geïnvesteerd is. Je ziet dat ook terug met fietsgemeentes, wandelgemeentes van het jaar. Ommen was daar één van, maar ook anderen. En dat is mede door de investeringen van de provincie in de routestructuren, fietsen en wandelen, gedaan. En daar willen wij graag mee doorgaan. En Ommen als recreatieve gemeente heeft daar natuurlijk een belang bij. Het is wel spannend. Ik bedoel, het lijkt heel erg goed. De prognoses voor het CDA, ik ben erg blij dat we in de stijgende lijn weer te pakken hebben landelijk. En hoe zich dat nou provinciaal vertaalt, de eerste uitslagen druppelen binnen. En die zijn zeer bemoedigend. Ja, nou heb ik in de eerste poll een beetje gehoord. Jullie hebben nek aan nek gereden met de VVD. En de SP is derde, hè? Hoe ga je nou zo meteen een coalitie vormen? Ja, heb je daar al over nagedacht?
Dat zou je teleurstellen als ik daar nog niet over had nagedacht. Maar de vraag is of ik er nu iets over ga zeggen. En dat gaan we nog niet doen. Nee, ik wil echt eerst even goed die uitslag in de provincie. Want er zijn nu maar een paar afdelingen binnen. Bekijken en hoe de samenstelling van de nieuwe staten is. Natuurlijk zullen we moeten samenwerken met andere partijen. Nou, dat doen we. Maar dat laat ik natuurlijk even van de uitslagen afhangen. Ik vind hem wel een goede formateur. Nou, zeg eens. Staat achter me. Ja. Zullen we eens kijken? Theo, ik moest even peilen. Als zometeen de coalitie aan elkaar gesmeten moet worden, hè? Zoeken ze nog een formateur. Ja. Is dat niks voor ons beiden? Nou, misschien is dat wat voor jou. Maar ik heb gezegd, het eerste jaar gaan vooral anderen aan het werk. Dus dan moet je vooral naar jezelf kijken, niet naar mij. Ja, nou, dan moet je de hele dag voor de spiegel staan. Dat is ook niks voor mij, nee. Theo. Nou, je moet gewoon kijken wat er hier vanavond gebeurt. Misschien komen ze dan naar je toe. Ja, je weet het nooit. Nou, je hebt er wel in de gaten. Nou, mis hem niet erg, hoor. Ik mis hem elke dag. Mooi, hè? Hey, Theo, mooi is dat, hè? Tot 1 april. Ja. Jan Loeven, voorzitter VVD Zwolle. Ja, dag Gerard. Leuk je hier te zien. Ja, het is wel volle bak hier, hè? Dat is mooi, toch? Dat is een feest voor de democratie. Dat moeten we hebben. Ja, maar ja, feest voor de democratie. Gewone burgers zul je hier weinig treffen. Het is allemaal aanhang van de partijen, hè? Nou, dat valt mee. Wat ik merk binnen onze eigen partij is dat we een behoorlijke belangstelling hebben van wat jij noemt gewone burgers. Mensen begrijpen dat de politiek ergens over gaat. Als ik alleen al kijk bijvoorbeeld in onze eigen afdeling wat de discussie over de zorg voor belangstelling heeft, dan denk ik dat we daar heel goed aan doen. Natuurlijk weet ik dat overal de ledentallen afnemen, maar de betrokkenheid wordt wel verhoogd. Nou, dat is mooi om te horen hier in dit provinciehuis. Ja, nee, maar dit zijn de avonden waar het om gaat. Ik vind dat er in een heel Overijssel prachtige campagnes gevoerd zijn. Ik vind dat de VVD in een heel Overijssel een goede campagne gevoerd heeft. En in Zwolle in het bijzonder. We hebben hele goede kandidaten Zwolle. Die heeft er heel hard voor gewerkt. En ik ga ervan uit dat ze vandaag ook daadwerkelijk in de Provinciale Staten zal komen. En daar ben ik apentrots op. Nou, ik denk die nummer 5 wel. Want die komt er ook nog wel eens met enorm veel voorkeurstemmen in komen. Dat zou kunnen, maar dat horen we op z'n vroegst vrijdag iets over. En daar ben ik heel benieuwd naar, ja. Dinant, de bekende U Twente. En op welke plaats stond je op de lijst? Ik sta op plek 12, Gerard. En vertel nou eens even, want je hebt ook iets gemaakt en dan praat je in het plat. Doe dat nou ook even bij ons voor de camera. Nee, maar dat is geen probleem, Gerard. Weet je wat het is? Ik heb op een gegeven moment 2 weken geleden een dag, er zoveel rumoer rondom de VVD. Het is alleen maar, wie kriet alleen maar om de klungels. Ik denk maar, de mensen moeten hem terug naar de basis. Naar de basis terug waarvoor de provincie, waarvoor de verkiezing bent bedoeld. En dat is gewoon dicht bij de mensen staan. En ik heb me voornomen dat het dialect, dat staat dicht bij ons. De gastvrijheid, het naberschap, de saamhorigheid en al die flauwekul wat er verder is. Daar moet soms ook heel erg afstand van hem. Ja. Het gaat goed met de SP, hè? Nou, de uitslagen zoals we tot nu toe zien in exit polls, die zien er wel heel erg goed uit, ja. Dus wij lijken te gaan winnen en daar zijn we heel blij om. En naar hoeveel zetels denk je dat je dan gaat? Nou, ik denk dat de SP toch in Overijssel van 4 naar 5 gaat. Landelijk gezien zeggen de peilingen van 8 naar 10 in de Eerste Kamer. Maar ik denk hier van 4 naar 5 en dat is een mooi resultaat. Ja, en, maar jij gaat eruit, hè, heb ik begrepen. Ja, ik heb gezegd van, nou ja, ik vind eigenlijk en fractievoorzitter in Provinciale Staten en nu in Zwolle. In de gemeenteraad vind ik te veel werk. Dat is gewoon niet goed te combineren, dus dan kies ik voor Zwolle en dan ga ik daar vol voor inzetten. Dus dan horen we nog meer van de SP en uiteraard van Zwolle. Nou ja, volgens mij heb ik al mijn best gedaan om hoorbaar te zijn. Gelukkig ben ik niet alleen het enige raadslid, maar ja, je kunt van ons nog een hoop verwachten.